Mijn naam is Richard van WP Helpdesk en in deze video ga ik je laten zien hoe je een homepage, een statische homepage, instelt op je WordPress-site. Standaard als je begint met een nieuwe website, dan zal deze altijd de laatste berichten weergeven, zoals je hier kan zien. En heel vaak wil je een homepage instellen. Dat doe je door in te loggen op je website in de admin. En wanneer je ingelogd bent, is het handig om eerst een aantal pagina's aan te maken. En als je ook nog de berichten op een andere pagina wilt weer blijven geven, dan is het ook handig om een pagina aan te maken die je berichten noemt of nieuws. Dan vervolgens ga je naar instellingen lezen. En hier zet je het vinkje aan bij een statische pagina kiezen, onder het bij startpagina toont. Bij voorpagina selecteer je dan homepage en bij de berichtenpagina kan je dan de berichten selecteren. Deze wijzigingen sla je op. En wanneer je je pagina bezoekt, zal je zien dat de homepage de eerste pagina is die getoond wordt. We hebben hier geen menu ingesteld, maar als je dan de pagina bekijkt die we dan net berichten hadden genoemd, staat ook bij berichtenpagina. Als je die pagina zal bekijken, dan komen daar de laatste berichten te staan. Dat is hoe je een statische homepagina instelt in WordPress.